jongerenpersbureau en ik ga Corine interviewen. Doet u bij de ABN AMRO ook dingen voor kinderen? Ja, bij de ABN AMRO doen we ook dingen voor kinderen. We geven bijvoorbeeld hier in Amsterdam Zuidoost een Statenbrede school. En twee keer per week geven medewerkers van ons die geven leeshulp aan de kinderen. Groep 4 en 5 om ze te helpen bij het lezen. En op een andere school geven we ook hulp bij het rekenen. Dat doen ook vrijwilligers van ons. En daarnaast doen we ook nog andere vele projecten met kinderen, maar dat is voornamelijk hier in Zuidoost. En dan natuurlijk het Calvijn en het Comenius College, waar jullie ons hier rondlopen. Vindt u collega's ook aardig? De meeste wel, maar niet allemaal natuurlijk. Het zijn er best wel veel, dus je kunt ze niet allemaal aardig vinden. Maar dat zul jij ook wel, denk ik, hebben met klasgenootjes, toch? Ja. Hoeveel mensen werken hier in de ABN AMRO? Hier in Nederland werken momenteel de ABN AMRO zo'n 21.000 collega's, door heel Nederland. Okay. Hoeveel geld heeft de ABN AMRO? Nou, ik weet niet precies hoeveel geld we hebben. Dat is een beetje lastig in te schatten. Het is natuurlijk ook niet allemaal ons geld. Het is ook geld van klanten wat op spaarrekeningen zetten. Maar ja, we zijn een bank. Hoewel hier geen kluis is in het gebouw, dus die hoef je niet te zoeken. Maar we hebben genoeg geld bij de ABN AMRO. Ik ben Aisha en ik interview mevrouw Corina. Waar woont u? Ik woon zelf in Almere, in Almere stad. Wat wou je vroeger worden? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nooit echt als kind al wist wat ik wilde worden. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet weet wat ik worden wil als ik later groot ben. Ik doe hele leuke dingen, maar ik heb niet echt specifiek een beroep dat ik altijd heb willen doen. Werk je bij het AMRO Bank en bij een andere bank? Ik werk al heel lang bij ABN AMRO. Eigenlijk ben ik begonnen bij AMRO. Ik werk inmiddels al 23 jaar voor dit bedrijf. En ik vind het gewoon een heel mooi bedrijf. En met name nu mijn werkzaamheden, dat ik heel veel mooie dingen en projecten mag doen. En met name met kinderen. Wat voor werk doet u? Ik werk met een, ja, het is een beetje misschien een duur woord, sustainability. Dat houdt in duurzaamheid, dat vindt de bank heel belangrijk. En ik zelf ben verantwoordelijk voor maatschappelijke betrokkenheid binnen de bank. En dat betekent met name de vrijwilligersprojecten. Dus al die collega's die jullie op school zien, dat wordt door onze afdeling eigenlijk geregeld.